Wens ik uit te spreken, dames en heren, dat wij hier aanwezig kunnen zijn bij de herdenking van het feit dat 59 jaar geleden werd opgericht, de VHP. De roots van de VHP, de wortels van de VHP gaan verder. Naar 1946. De Hindoestaans-Japanse Centrale Raad. 1947. Oprichting van de Hindoestaans-Japanse Politieke Partij, HJPP. In die dagen HJPP, Hindoe-partij, Moslimpartij, naast andere politieke organisaties die op 16 januari, nu 59 jaar geleden, zich verenigden tot de VHP. De wortels van de VHP gaan dus veel verder dan 1949, gaan verder dan 59 jaar geleden. Blij ben ik, en het is vermeldenswaard, dat nu in principe de derde generatie, de eerste generatie, de generatie van de oprichters, de tweede, de generatie daarna, zou bijna willen zeggen onze generatie, en de derde generatie, de jongeren die hier aanwezig zijn, om nu 59 jaar later, na het heengaan van de grondlegger, de man die de partij inspireerde en begeleidde
en de idealen gaf. Meneer Lachman heen was gegaan in 2001. Dat wij nu in 2008 nog in eenheid hier aanwezig zijn. Met een hoofdbestuur waar eensgezindheid in heerst. Met de adviesraad, waar ik de voorzitter van de adviesraad hier mag verwelkomen, de heer Shankar. Met leden van het wetenschappelijk bureau, de heer Hassan Khan, die ik hier mag verwelkomen. Dat nu na 59 jaar wij hier met trots aanwezig kunnen zijn met onze ministers, die deel uitmaken van het machtscentrum en belast zijn met de verantwoordelijkheid voor het wel en wee van dit volk. Moet je biswas hebben, ki hamara kaarje jo hai, isko utsaah de karke aur zinda rahenge. Jab tak hamari desh mein pandit gan, maulvi aur maulana rahega, priester aur domini rahega, जब तक हमारा देश का आचार विचार रहन सहन वेद गीता रामायण कुरान और बाइबल पर रहेगा, जब तक हम इस विचारों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, तब तक हमारा कौम, हमारा रहन सहन, हमारा जाति और हमारा देश इस देश में जिंदा रहेगा. मुझे गर्व है, घमंड कि आज हमारे पार्टी के अंदर में एकता है. और अगर जो हम देख रहे हैं कि नौजवान और नौयुवतियां लोग इतना तादाद में यहां पर उपस्थित हैं, तो मुझे ये विश्वास होता है कि हमारा पार्टी का भविष्य जो है वो अच्छा है. वह भी हमारे इन फरलीरे dat wij liepen op paden die waren aangelegd op verdedigingsdammen. Saramaka, Kommewijnen, zelfs de districten Patamwanika. Op voetpaden. Vandaag hebben we asfaltwegen. De regering heeft een programma afgerond, een tweede programma afgerond, aan het afronden in maart. Een derde assorteringsprogramma van 500 kilometer reeds ondertekend. En binnen niet al te lange tijd zal nog een ander assorteringsprogramma zal op gang worden gebracht. De waarde van onze munt, de stabiliteit in het land, politiek, economisch, financieel. De internationale gemeenschap maakt er erkenning van. Jammer dat er onze eigen mensen zijn die dat niet wensen te erkennen. Maar de feiten daar. Om aan te tonen dat wij onder moeilijke omstandigheden in een wereld van globalisatie waar krachten, kapitaal, kennis de hele wereld overspoelen en ook Suriname, dat we onder die moeilijke omstandigheden ons staande kunnen houden en dat wij vandaag kunnen meemaken dat de minister van Financiën in het parlement de mededeling kan doen. We hebben een overschot op onze rekening van 400 miljoen. Daar waar wij nauwelijks een paar jaren geleden tot aan de grond waren, de dekking van de gulden 0 centen was en zelfs negatief, zien wij een stukje stabiliteit. Het probleem is dat wij dat niet wensen te erkennen en niet wensen te zien.
dat we een nationale assemblee hebben waar de wil van het volk tot uitdrukking kan komen zoals de grondwet dat voorschrijft. Dat we een parlement hebben welke de soevereine wil van de natie tot uitdrukking brengt. Het belangrijk punt is dat de leden die daar gaan worden aangewezen door het volk en daarmee de nationale assemblee is die de vertegenwoordiging vormt van het volk, de stem is van het volk. En laten we blij zijn dat het volk zijn stem nog kan laten horen in de nationale assemblee. Dat is ook een waarde. We hebben een periode gehad dat dezelfde nationale assemblee was weggeschoten. 13 augustus 1980. Met de opheffing van de grondwet bestond het parlement niet meer. Dat we een rekenkamer hebben die controle kan uitoefenen op de bestedingen van de overheid. Elke cent welke de overheid geeft, kan worden gecontroleerd. Niet kan, wordt gecontroleerd. Laten we niet een situatie creëren dat we de rekenkamer beginnen te waarderen als de rekenkamer niet meer bestaat. We hebben ook situaties gehad dat er hier in het college gezegd is: ik stuur niks naar de rekenkamer. Ik stuur de bonnen en de nota's naar de Nationale Assemblee en zij moeten maar weten. Mijn mensen, we hebben recht en wet. We hebben de stem van het volk. We hebben een bestuur dat erkend wordt door de wereldgemeenschap. Welke erkenning verdient in India, in China, in Pakistan, in Indonesië, in de Europese landen, in Amerika. Ik wens de bede uit te spreken. Dat het de VHP gegeven mag zijn. Om een beleid te voeren welke gericht is op een algemeen belang. Omdat het de individuele burger pas goed zal gaan wanneer het goed gaat in het land, dames en heren. Laat dit een boodschap voor u zijn. Het dienen van individuele belangen, de verdediging van de enkeling, dat is natuurlijk ook een taak. Dat wil ik niet veronachtzamen. Maar wilt u in vrede leven, in liefde leven in dit land? In harmonie leven? Wilt u een stukje ontwikkeling en wilt u vooruitgang in dit land? Dan is shanti de boodschap. Omdat dat een van de condities is. Dat we kunnen leven en werken. En eten van ons eigen zweet. We willen rechtsbescherming en we willen veiligheid. We willen met andere partners samen de macht delen in dit land. We hebben een politieke structuur waarbij het bijna niet mogelijk is dat één politieke organisatie alleen de regering kan vormen. En dat is goed ook. Ik wens u allen, dames en heren, dank te zeggen voor uw aanwezigheid hier. Dank te zeggen dat u hiermee ook uiting geeft aan ondersteuning van de idealen van de partij van vrede, veiligheid, rechtsbescherming. Dat u de partij ondersteunt in haar shanti-beleid. Hetgeen krantie niet inhoudt. Hetgeen krantie niet uitsluit. Het shanti-beleid betekent niet dat krantie wordt uitgesloten. Want wanneer uw kinderen voor u worden mishandeld, dan gaat daar het shanti-beleid ophouden.
En je zult in de verdediging moeten gaan. Met het Shanti-beleid wens ik aan te geven een beleid te voeren waar garantie niet nodig is. Mijn bede is dat het goed gaat in dit land. Dat daar de VHP een bijdrage aan kan leveren. Omdat men zich moet vergewissen dat wanneer u roemrijke daden wenst te verrichten, dat het bereiken van die roemruchte daden ook bereikt kunnen worden met het pad van Shanti, met het pad van de vrede. Roemrijke daden worden op een rijtje gezet als resultaten van een oorlog. Niet minder roemrijk zijn de daden die je bereikt met het vrede. De weg van de vrede. De weg van de veiligheid. De weg van de vooruitgang. Dat is wat ik heb gewenst. En we willen gezamenlijk met anderen vooruit. Vooruit in het belang van u allen. Vooruit in het belang van dit mooie volk. Van dit mooie land Suriname, onze natie. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. इसलिए आज के समारोह में मैं यही प्रार्थना करने जा रहा हूँ आपके ही दिए हुए वेद मंत्र कि सब लोग मिलकर रहें मिलकर आगे बढ़ें और सुख शांति प्राप्त करें और जो सभा सोसाइटी बने वे सब मिलकर के उन्नति के लिए काम करें सबके हृदय साफ हो और साफ दिल से काम करें ओम संसमिद्यवसे वृषन अग्ने विश्वानि अर्ययां
इदस्वदे समिध्यसे सनो वसुन्याभर। God beschermt ons, God geeft ons de kennis en alle andere kracht om geluk te hebben, om voldoening te hebben. Mogen we voor al deze mooie zaken bidden. Ik verzoek u om in een gebedshouding te zijn. Hari Om, Om Tvameva Matashcha Pita Tvameva Tvameva Bandhushcha Shakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sharvam Mama Deva Deva Om Shantakaram Bhujaga Shainam Padmanabham Suresham Vishwadharan Gagana Shadrisham Meghavaranam Subhangam Lakshmi Kantan Kamalanainam Yogirvardhyanagamyam Vande Vishnu Bhavbhayharan Sharvalokaikanatham Om Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garvadhvaja Mangalam Pundarikaksha Mangalaye Tanoharim Hari Om Shanti Shanti Shanti. Dank u wel en iedereen gefeliciteerd. Wo sarkar jo aman ke saath sachai ke saath adal ke saath apne mulk par hukumat karti hai is baat ka khayal kiye baghair ke falan shakhs ne mujhe vote diya tha ya nahi aisi sarkar hamesha kamyab rehti hai. تو خدا کرے کہ یہ سرکار یا یہ حکومت جو اس ملک میں قائم ہے اللہ اسے یہ توفیق دے اللہ اسے یہ طاقت دے کہ وہ سچائی کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور ذات پات کا خیال کیے بغیر اس ملک پر حکومت کرے Vice-president van de Republiek Suriname, tevens voorzitter van de VHP, Ramdin Sarjou, echtgenoten, ministers, DNA-leden, hoofdbestuursleden van de VHP, adviesraadsleden, leden van het wetenschappelijk bureau, leden van de overige structuren, dames en heren. Hedenmorgen zijn we bij elkaar om de 59ste jaardag van de partij op een sobere manier, zoals ik heb begrepen van de voorzitter, te vieren. तो मारने वाला है भगवान।